Maar niet omdat ik wil dat er mensen doodgaan of zo. Ik wil ook dat er dan niks aan de hand is met die mensen. Maar ik wil ooit zien hoe dat zo gebeurt. Weet je wel? Nee? Oké, okay, we gaan naar de volgende. J-School. What's up, J-School? Hallo, welkom op mijn kanaal. Een nieuwe dag wil zeggen, een nieuwe video. Vandaag gaan we nog eens Nooit heb ik ooit spelen. Dus dat wil eigenlijk zeggen, bijvoorbeeld, nooit heb ik ooit iemand zwanger gemaakt. Ik heb dat nooit gedaan, because it's not really possible. Maar goed, dan nog heb ik het niet gedaan. En normaal gezien, in de wereld van het feesten, drinkt er dan eigenlijk een shotje als je het wel hebt gedaan. Maar ja, ik ga niet drinken, because I don't drink. Ik beantwoord gewoon de vragen. Maar eerst natuurlijk een shout-out. Gisteren had ik trouwens een storytime, een vrij chockerende storytime ook. Ik denk zelfs een van de meest chockerende storytimes die daar waarschijnlijk online staat. Ik weet dat niet, ik vind hem zelf vrij chockerend. Als je hem nog niet gezien, na deze video komt hem op het einde van het beeld te staan. Klik er even op, beziet hem en kots. Want dat is waarschijnlijk hetgene waar je gaat doen. En een shout-out gaat naar Anna Kassoyan. En zij reageert: ik ben echt oprecht blij dat ik Shamila heb gevonden op YouTube. Tussen al die YouTubers is Shamila voor mij de uitverkorene. My god. Like als je ook blij bent omdat je Shamila hebt leren kennen. 86 likes. Yay, people like me. Dat weer ook in staat, na 30 jaar. Oei, ik zeg maar 26. Shit happens. Ik heb op het internet gewoon een aantal never have I ever's gevonden. En we gaan ze gewoon even overlopen en eerlijk antwoorden natuurlijk. Want Shamila liegt nooit. Eigenlijk lieg ik echt niet veel. Soms verzwijg ik iets. Tegenover jullie bedoel ik, hè. Dus soms verzwijg ik iets, omdat dat gewoon niet gepast is om iets te zeggen tegen mensen dat ik niet ken. Maar eigenlijk vind ik persoonlijk, sorry, tegenover andere mensen, ik ben echt eerlijk in mijn video's. Like, I need to stop doing that shit, hè. We gaan starten met de allereerste. Nooit heb ik ooit moeten overgeven naar alcohol of drugsgebruik. Oh, wacht. We gaan hier even pauzeren, mannetjes. Want hoe kan ik deze moment overslagen? Tada! Ja, oké, voor de mensen die niet kunnen volgen. Jack is back. My god, Jack is back. Hoe kan ik dat vergeten? Ik zeg heel een tijd, het eerste wat je in een video gaat zeggen is een Jack is back, een Jack is back, een Jack is back, een Jack is back. Jack is... Dat zou een goede schijf zijn. I'm gonna write that song. En ik vergeet dat gewoon. Sorry, het spijt me. In ieder geval, de Jack is lekker fris gewassen. Terug aan mijn lichaam voor altijd. Voor de mensen die Jack niet kennen, Jack is mijn badjas. Ik heb ook een witte badjas, die noemt Jacqueline. En ik heb een hoed die dat Robin noemt. Snapte? Robin hoed. Oh, ik ben zo creatief. Oké, okay, en nu gaan we even verder. Dus nooit heb ik ooit overgegeven na alcohol of drugsgebruik. Nee, ik drink niet. Heel, heel, heel soms. Ik doe geen drugs, totaal niet. Dus... nee, ik heb eigenlijk nog niet overgegeven na drankgebruik of zo. Want ik drink ook helemaal niet veel. Dat is niet dat ik mijn eigen ladder zat zuip en dan begint te kotsen. Dat gebeurt niet in mijn wereld. Dus nee, ik heb het nog nooit. Volgende. Nooit heb ik ooit een bijna doodservaring gehad. Goh, ik heb dat vooral al veel in het verkeer gehad, dat ik dacht van shit. Als dat een millimeter anders was gegaan, dan was ik nu dood geweest. En dat is ook meestal een fout van anderen, want ik rijd best wel chill gewoon eigenlijk. Allee. Nooit heb ik ooit mijn eigen haar geknipt. Are you kidding me? Vroeger deed ik niet anders. Kappers, dat zat echt niet in mijn cothese. En nee, ik pakte geen vleesschaar voor de mensen dat dat denken. Ik nam een gewone kapperschaar, want die had ik liggen. Totaal niet. Ik ben zo hard aan het liggen. Ik pakte een schaar dat ik van de kleuterklas nog heb voor papiertjes te knippen, maar goed. En ik knipte altijd mijn eigen haar, maar toen begon ik wel te merken dat er eigenlijk echt keislicht begonnen te zien. Mensen begonnen ook echt zo te zeggen van, amai, wie heeft je haar geknipt? Dat is keisgeef. En ik had echt zoiets van, hallo, ik heb dat zelf geknipt. Maar ja, op die moment zeg je dat ook niet. Dan zeg je, oh ja, die kapper ging er in Borgerhout. Oh, het was verschrikkelijk. Dan begin je er op andere mensen te steken en zo. Maar dan heb ik wel besloten voor gewoon eens een keer naar de kapper te gaan. Ik vond persoonlijk dat de kapper dan nog schever knipt dan als ik zelf. Maar goed, zwart, ik judge niet. Nooit ben ik ooit in slaap gevallen in de trein, tram, bus en daarom mijn bestemming voorbijgereden. Ik zweer het al, ik was nooit op tijd thuis als ik van school kwam. Ik viel altijd op de bus in slaap. En ik kwam altijd aan een eindhalte en dan maakt die chauffeur mij wekker en dan zegt hij, we zijn er. Ik zeg, waar zijn we aan de eindhalte? Ik zeg, daar moeten we niet zijn. Hij zegt, ja, ik moet hier wel zijn. Maar ik zeg, ja, maar ik moet hier niet zijn. Ik moest kinder zijn. Ja, dan moet jij kinder op belletje drukken. Hè? Ik zeg, ja, maar ik was aan het slapen. Dat zie je toch zelf ook in jouw spiegel, of niet? Je kunt mij op zijn minst even wekker maken en zeggen van, hey, je zit er, waar je moet zijn. En nu zijn we hier en niemand moet hier zijn. Het is vrij veel gebeurd, ja. En waar ik ook op de bus heb, en veel mensen gaan deze herkennen,
hè. Als je op de bus zit, word je zo moe. Mannetjes. Je wordt zo moe. En de moment dat jij eraf stapt, kun je 17 jaar feestjes gaan vieren. Jij bent instant wakker. Ik weet niet waar dat is, maar je kunt je eigen ook niet wakker houden op de bus. Oh my god, de bus is zo saai. Nooit heb ik ooit gebeden tot God. Echt serieus zitten bidden heb ik nog niet gedaan. Niet zo dat ik het echt meen, of moet ik het zeggen. Wel, als ik zo echt bijvoorbeeld in een huilbui zit of zo, en ik heb echt een rotte moment, dat ik zo zeg van, oh god, alsjeblieft. Snap je zoiets wel? Maar nee, ik heb mijn eigen nog niet echt verdiept in bidden of zo. Dat interesseert me ook niet veel. Ik geloof in mezelf, dat is genoeg. Nooit heb ik ooit geld gegeven aan een dakloze. Oh, jawel. Ik heb zelfs ooit mijn laatste 3,50 euro aan een dakloze gegeven. Omdat ik dan dacht dat karma mij wel zou terugpakken in het positieve. Maar ja, vanaf dan is alles shit begonnen. Maar ik doe dat wel regelmatig ook. En ze zeggen altijd van, ja, je moet dat niet doen. Want die gaan er toch drank mee halen. Weet je... I don't care wat die ermee gaan halen. Hè. Ik bedoel, dat is hun keuze. Oké, dat is mijn geld, maar ik wil dat aan hun geven. En wat ze ermee doen, like, do whatever you want to do. Hè. Al hoop ik natuurlijk niet dat ze er drank mee gaan halen, maar gewoon eten of zo. Nooit heb ik ooit een like gehad van een beroemd persoon. Goh, ja, soms like ik mijn eigen post wel, ja. Nooit heb ik ooit stiekem een screenshot genomen op Snapchat. Ik weet niet in welke wereld dat golle zit of dat dat siteje zit. Maar stiekem een screenshot op Snapchat pakken, dat gewoon niet. Geloof mij, dat gewoon niet. You do that shit en die persoon waar je dat bij gedaan hebt, krijgt ineens een mail, een brief in de brievenbus, een melding op zijn gsm dat ik een screenshot heb gepakt. En misschien nog een postduif als ze niet te laat is. That ain't possible, hè. Nooit heb ik ooit spijt gehad dat ik ooit begonnen ben met social media. Nooit. Ik heb nooit een dag in mijn social media leven bestaan spijt gehad dat ik daarmee ben begonnen. Totaal niet. Totaal niet. Nooit ben ik ooit door rood gereden. God, nee, ik ben nooit bewust... Ja, ene keer. Maar dat was midden in de nacht op een industrieterrein. En er was echt niemand. Het was 4 uur 's nachts op een weekdag of zo. En ik stond daar echt zo midden in de haven, zo eenmaal alleen. Er kwam echt zo wel een hooibal voorbij. En dat stond op rood. En ik had zoiets van, sorry, ze maar hier ga ik niet blijven staan. Dus ja, ik heb dat wel gedaan. En een andere keer is dat ook gebeurd, maar dat was niet opzettelijk. Of ja, het was ook niet echt slim, maar het was niet opzettelijk. Dat is zo meer zo van, het is oranje en je denkt, ah, ik haal dat nog wel. En dan geeft het even gas bij en dan springt dat juist op rood wanneer je er eigenlijk doorgaat. Dus ja, dat is niet door rood rijden. Hè? Allee, ja. In praktijk gezien is dat wel door rood rijden, maar goed. Ik heb ervoor geboet, laten we het zo zeggen. Nooit heb ik ooit een pistool vastgehouden. Nee, nooit. Een echt pistool, nooit. Al wil ik het soms wel als ik in de buurt ben bij bepaalde mensen, maar ik heb het nog nooit gedaan. Nooit heb ik ooit iets tegen iemand gezegd, puur en alleen om de ander te kwetsen. We all do it sometimes, hè. En dat is een slechte eigenschap van mij. Als ik bijvoorbeeld in een relatie zit en die heeft mij iets aangedaan wat mij zo hard heeft gekwetst, dan ga ik direct zo dingen beginnen feieren die dat hem echt zouden kwetsen. Weet je, zo, je wilt zo gelijk staan of zo. Dat is super kinderachtig. Never do that. Maar ja, ik heb dat wel al vaak gedaan. Ik zo dacht van, oh, voor wat zeg je er aan, Jamila? Dat is voor niks gewoon. Nooit heb ik ooit een smoes gebruikt om onder een date uit te komen. Jawel, want als ik dat niet zou doen, zou ik een fucking professionele dater zijn. Hoeveel keer dat ik op date word gevraagd? Dat is echt niet normaal. Soms, hè, Jamila, soms. Hè. Voor de nieuwe mensen, ik ben niet echt een dikke nek trouwens. Hè. Ik lach ermee, dat noemen ze sarcasme. Zoek het op Wikipedia. Nooit heb ik ooit met iemand gedate die veel ouder was dan ik. De persoon waar ik mee samen ben geweest, die dat oudste was, die was 14 jaar ouder als ik. Ik was toen 3 of 24 en hij was 38. Maar hij gedroeg zijn eigen als iemand van 10, dus ik voelde mijn eigen zelfs een pedofiel op dat punt. Het was verschrikkelijk. Maar dat is wel het oudste, ja. Ik ben nooit niet ouder gegaan. Ik heb ook zoiets van op liefdesdag in de leeftijd. Als je boven de 18 bent en je ziet er zelf iets of van volwassen uit. Maar als je 11 bent en je gaat met iemand samen van 84, ja, dan is er misschien wel een klein issue. Allee, ik weet niet. Hè. Nooit heb ik ooit seks in het openbaar gehad. In het openbaar, zichtbaar voor mensen, nee. Want er waren geen mensen. Maar als er mensen hadden gestaan, ja, dan was het wel in het openbaar. Het is eigenlijk op een plaats buiten wel. Maar niet dat... Er was niemand. Allee, ja, ik hoop dat toch. Oh my god, binnenkort zo'n video op YouTube dat ik de reden gestond te...
volgende vraag. Nooit heb ik ooit een auto-ongeluk gezien. Nee, ik heb al wel zo... Een seconde later denk ik zo aangekomen bij een accident en dan zie je hoe dat het eruit ziet. Dat heeft iedereen al gezien. Maar ik heb nog nooit een auto-accident zien gebeuren. En dat is niet dat ik dat wil, maar... Stiekem wil ik dat ooit wel eens zien gebeuren. Oh my god, I'm such a sadist. Maar niet omdat ik wil dat er mensen doodgaan of zo. Ik wil ook dat er dan niks aan de hand is met die mensen. Maar ik wil ooit zien hoe dat zo gebeurt. Weet je wel? Nee? Oké, we gaan naar de volgende. Nooit heb ik ooit iemand ontmoet die geen armen had. Jawel. Vroeger in school, dat was echt nog in het leerjaar, het eerste of tweede leerjaar of zo, denk ik, zat er een meisje in mijn klas. Ik weet haar naam niet meer. En dan nog zou ik het niet zeggen. En die had eigenlijk maar één arm. Dus die had één gewone volledige arm. En een andere was eigenlijk tot haar een elleboog, was dit stuk eraf. Die is daarmee geboren, dacht ik zelfs. Dat was eigenlijk een stompje, zal ik maar zeggen. En daar staken ook zo wat ja, vingers uit. Maar ja, ik kan dat niet uitleggen. Dat is zo wat, ja, van die kleine vingertjes. Niet dat zij er iets mee kon doen, natuurlijk. Maar ik moet zeggen, die was wel heel zelfstandig voor de beperking waar dat ze mee zat. Ik vond dat wel chapeau, wel gewoon. Nooit heb ik ooit een ik hou van jou gezegd zonder het te voelen. Het gebeurt wel eens dat mensen dat te snel zeggen. En normaal ben ik zelf niet zo. Maar ik heb ook al momenten gehad dat ik zo dacht van... Ik zit hier nu te zeggen van ik zie je graag, ik hou van u en eigenlijk... Van binnen voelt dat niet zo, of zo. Ik weet niet. Of dat je er zelf nog te hard aan twijfelt of zo, maar dat je het toch al zegt. Dat is eigenlijk niet oké. Ik vind dat je dat echt pas moet zeggen vanaf het moment dat je echt voelt van holy shit, ik kan even niet meer zonder u. En dan kun je dat zeggen. Maar ik heb het al wel gedaan dat ik het zo zei, terwijl ik het eigenlijk ja, niet volledig meende. Oh. Shame on me, shame on me. Nooit heb ik ooit in handboeien gezeten. Ja. echte handboeien? Nee. ja, whatever. Oké. Nee, ik ben wel natuurlijk al ja, opgepakt geweest toen ik zo'n kutkind was in een tijd. Dus ik heb wel in een combi gezeten en ook ja, achter traliesje even voor een paar uurtjes. Maar ze hebben mij nooit geen handboeien gegeven. Ik was ook iemand die altijd gewoon wel vrij snel meewerkte, niet moeilijk deed. En ik was ook niet agressief of zo. Ik was helemaal geen agressief kind. Ik ging het gewoon uit. Maar vanaf dat de politie erbij kwam, dan was ik altijd zo... zo kei braafje zo. Dus ze hebben eigenlijk nooit geen handboeien gebruikt op mij. En ik ben er blij om, want my god, ik heb claustrofobie. En dat is niet per se in ruimtes, maar dat is ook gewoon... Als ik vastzit in iets of ergens en ik raak daar niet uit... Dat mag zelfs een kasteel zijn dat gigantisch groot is. Als ik weet dat ik er niet uit kan, dan word ik zot. Dus nee, nog nooit geen echte handboeien. Nooit heb ik ooit een dier de schuld gegeven van een scheet. Doen mensen dat? My god, dat germe dat beest. Alhoewel, dat is geniaal gewoon. De eerstvolgende keer dat ik ergens in iemand zijn living de scheet laat en die zeggen Jamila, dan zeg ik, hallo, dat was die goudvis. Serieus. Trust me, I'm gonna do that, hè. Dus vanaf nu, elk dier in mijn buurt, you're fucked, hè. Want ik laat wat scheetjes, hè? Geloof me, hè. Voilà, dat was de laatste voor vandaag. Hopelijk vonden jullie deze een leuke video. Zo ja, vergeet dan zeker niet te abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan. Ook even een blauw duimpje omhoog, uiteraard. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!